we zijn vandaag bij OJC De Kelder, beter bekend als De Kelder in Urmond. Dat is een open jeugdcentrum. En vandaag zijn we hier omdat er een knutselavond is. En we hebben een interview met Marta Lindeman. En zij is een van de leidsters voor deze knutselgroep. Hallo Marta, hartelijk dank dat we hier mogen zijn voor eens kijken wat de knutselgroep allemaal inhoudt. Je zit een paar maanden geleden moeten stoppen vanwege de corona. Je zit volgende week weer opgestart. Wat doen we allemaal met die kinderen? Nou ja, we doen knutselen. Toevallig hebben we nu mondkapjes versierd. En kaarten maken. Timmeren met hout. En verven. Allerlei schilderijkjes maken. Alles wat eigenlijk in ons opkomt. En dat, met wie verleidt ze dat gedaan? Met de twee. Ik ben met Marit. We hebben bepaald wat je gaat doen. Nou, dat beslisten we onderling. Dan doet doe ik het en dan doet Marit het of we doen het samen. Gaat. Ik heb al gezegd van 7 tot 12 is de groep. Waarom heb je ze beperkt op deze groep? Ja, als ze zo klein zijn, als ze 6 zijn, kunnen ze moeilijk knippen en het moeilijker knutselen. Hè? En dan helpen ze ook het minder langer stil. Ik ging op een oude leeftijd vinden, knutselen het toch heel leuk en die doen dat ook. En dan is het tot 12 jaar is het bewust gekozen het alleen maar de basisschool? Nou, ze mogen eigenlijk naar de basisschool ook blijven komen, maar als ze een studie eronder liet, willen we dat niet. Ja, ja. Maar in de toekomst zijn we misschien wel plan om nog met kinderen van 12 jaar en ouder nog wat anders te doen. Gezellig samen zijn of zo. Nu is het vandaag weer de laatste keer voor de vakantie. Ja. En dan gaat je weer opstarten in september. In september, ja. Moeten de kinderen zich dan weer opgeven of wie geeft dat? Nee, die mogen gewoon komen die nog lid zijn. En als ze dan nu met me, die zijn altijd welkom. Heel welkom, want we zijn op dit moment een beetje aan de slappe kant. Dus ze moeten lid zijn. Ze moeten niet lid zijn, maar lees ze wel, want ja, we krijgen dat ook gefinancierd van de gemeente. En als ze lid zijn, moeten ze dan contributie betalen? Of? Ja, dan betalen ze 15 euro per kwartaal. En zijn er kinderen die dat niet kennen, dat financieel ouders het niet bereid hebben, klop ik bij het bestuur aan en dan wordt dat krijgen, dat het kind alsnog mag komen. Ja, ja, ja. Nu, zoals de zus aan, ik heb nog mondkapjes gemaakt. Is dat voor eigen gebruik of is dat bijvoorbeeld voor een instelling? Nee, dat is voor eigen gebruik. Ik denk als ze op vakantie gewoon is het misschien wel leuk als ze een eigen gemaakt mondkapje hebben. Nou ja, dat is dan altijd leuk om met te nemen omdat ze zo gaat. Hoeveel kinderen doen gemiddeld met? Ik zie nu maar 4 kinderen, maar wieveel kinderen we doen we er in het verleden 12, 15 kinderen gehad. Dat was best wel heavy, want het was een hele drukke groep. Dus ze moesten er af en toe een stille moment in lassen. Dan reed ik de tijd gaat in, 1 minuut stop. Boeten knutselen, dat je er nog meer met de kinderen. We gaan nog wel eens wandelen. We gaan ook wel eens naar de park en of naar de ijsboer. Lekker ijsje eten of zo. Dus, beperk je met de kinderen alleen tot Urmond of mogen ook kinderen uit Eelsen? Mogen ook kinderen uit Eelsen, Sittard, Gelijn, om alle omstreken mogen komen. Berg. Sorry dat ik het niet tussen ja. En hoe als ze zich willen meedoen, hoe moeten ze zich dan opgeven? Dan kennen ze Karen bellen of mij. En of hier naar de kelder, kennen ze een mail checken. En dan mogen ze komen kijken. En wat is je e-mailadres? Mijn e-mailadres is m.lindemanwelzen. Apenstaartje, het home.nl. Okay. En als ze via de kelder willen opgeven, is het dan? www.ojcdekelder.nl. En telefonisch? 06 38 19 56 77.
Wanneer vindt de knutsel erover eigenlijk plaats? En tot wie lang, van wie laat tot wie laat? Van 6:30 tot 8:00. En welke dag? Op donderdagavond. Donderdagavond. Ja. De andere activiteiten die hier plaatsvinden, zijn dat weer andere groepen? Er zijn nog andere groepen, er zijn op woensdagmiddag, het is één keer in de maand, dat zijn kindertjes van 4 tot 8 jaar. Dan doen we gewoon gekke spelletjes met en dat doen we meestal in de grote zaal. En hier is dan ook een knutselactiviteit. En we hebben nog 2 keer per maand gewoon we met jeugd wandelen. Daar hebben we over de minimas met lopen, maar helaas met het corona is het... We hebben een flinke trend. Vrouwen zijn hoe ze weten dat ze lepen. Want in het begin hebben die echt gekuumd van dat ze het niet redden eigenlijk. Maar de dag erop weer terug liep, oh die redden het nooit. Maar nu...